De politie van Santa Boma kreeg vanochtend omstreeks 14:45 een melding dat enkele verdachte figuren zich in de omgeving van een bouwmaterialenzaak aan de Magenta-kanaalweg bevonden. Op de plek aangekomen troffen de wetsdienaren het lichaam van de 59-jarige Lakishan Tsiotaran, bewaker van de bouwmaterialenzaak, aan. Het slachtoffer had letsels aan het hoofd. Voorlopig onderzoek wijst dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf. Het is nog niet bekend of er goederen zijn weggenomen. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Capitale Delicten.